Wat is de beste kwaliteit, de beste verhoudingen? En is dat belangrijk? Nou, dat wil ik ook heel graag weten. Mevrouw Duivenstein heeft een lijst vol met vragen over marsepein voor banketbakker Bart. Is het wel zoet of zit er wel genoeg amandeltjes in dat je er nog een neemt en nog een? En je moet... Maar dan lijkt het einde toch in zicht. Nou, ik geloof dat ik dan wel alles gevraagd heb wat hier zo op mijn kaartje staat. Ik moet het even uitprinten, want anders weet ik het zo niet allemaal. Dus ik ga even naar mijn computer. Want ja, anders moet ik... Oh ja, print het maar even uit. Prachtig, prachtig. Ja. Terwijl Bart zijn antwoorden uitprint, mag mevrouw Duivenstein alvast een kijkje nemen in de workshopruimte naast de bakkerij. Fantastisch! Die zwarte pietjes daar, moest kijken wat schattig. En daarachter een hele schaal met stukken worst, smeerworst, leverworst. Allemaal van marsepein. En nog een? Ja, je hebt nu de kans. Zulke lekkere marsepein. Ja, doe je maar te goed. Maar mevrouw Duivenstein is hier niet gekomen om te snoepen. Ze komt een workshop marsepein maken volgen. Het uitgelezen moment om antwoord te krijgen op al haar vragen. Waarom maken mensen dan van die varkentjes? Ja, varkentjes. En geen giraffen of zo? Ja, en amandelen, waar halen jullie die amandelen vandaan? Nou, kom je uit buitenland? Ja, Californië worden heel veel amandelen. En uit Spanje. Ik heb ergens gelezen uit Spanje. En dat vind ik dan zo leuk. Ja. Want mijn Sinterklaas, onze Sinterklaas, komt ook uit Spanje. Want mensen willen toch een verklaring. En ik probeerde ook bij jou een verklaring te krijgen. Marsepein, dat komt van Sint Marcus. Marsipein. Dat is brood van Marcus. Kijk.